Yo guys, het is 0 uur. Ik en Amy gaan vandaag 100.000 stappen zetten in 24 uur. We zitten in Centerparks Eemhof. Naar waar gaan we? Apeldoorn. We zitten in Eemhof. We gaan naar Apeldoorn. Hoeveel kilometer is dat? 47. 47 kilometer. En als we daar zijn, of ongeveer daar zijn, ik weet het niet, keren we terug en zo'n 100.000 stap moeten hebben. Amy heeft een heel brood gesmeerd met beleg, zodat we daarvan kunnen eten onderweg, want we gaan niet stoppen. Op dit moment regent het, dus dat is wel echt fucking kut. Om 2 uur gaat het nog een keer heel hard regenen, maar maakt niet uit. We hebben 20 Red Bulls mee, een paar flessen water, dus wij zijn voorbereid. Het enige dat we niet zijn, is voorbereid om daadwerkelijk de stappen te zetten. Dus ik en Amy gaan ongetraind... Hé, hey, maar dat is wel speciaal hoor. Amy en ik gaan ongetraind 100.000 stappen zetten. Het is nu 5 minuten voor vertrek. Ik ga niet superveel filmen, kwestie van het nog een beetje interessant te doen. Maar we zien jullie straks, we houden jullie up to date. Hassen, het is 0 uur en Amy is nog altijd niet vertrokken. Kom. Oh, de paraplu. Shit. Oké. De eerste stap is gezet. Gasten, we zitten aan de eerste 1000 stappen. Dus dat betekent nog 100 keer dat, toch? Of niet? Nee. He? Ja. Wacht, 100 maal 1000. Dat is 100.000, hè? Nog 100 keer dat. En we zijn er al. Ga vlotjes. We zijn trouwens 10 minuten bezig met wandelen. Dus als we 10 minuten... Dat betekent dat we 6.000 stappen per uur gaan hebben. Dus we moeten tempo opdrijven. Nee, grapje. Allee, ja, ik weet het niet. Ik ga een keer tellen en rekenen. We hebben net 18 minuten gedaan. Oh, ik zie wel niks door die flash. Loop ik goed? Dus het is zelf niks. Ah, wacht. Oké, we hebben net 18 minuten gedaan over 2000 stappen. Ik denk dat dat goed is. Ik had het eerst een keer tonen, want moest ik een YouTube-filmpje zien, zou ik het ook niet geloven. Dus ik ga het nu een keer tonen. Wacht, hé. Hey. 2000 stappen. En het is... 19 na 0. Voilà. Jullie zien me niet. Jullie zien me nu wel. Het begint te regenen, dus ik heb mijn paraplu opgestoten. Ja. Voilà. We hebben 4500 stappen. En het is 0 uur 40. Dus we zijn goed op weg. Hallo iedereen. Het is redelijk veel wind. Hier. Het is 1 uur 26. En ik ga juist een keer de stappen herladen. Dus het is 1 uur 30 ongeveer. En we zitten aan... Goh, zo moeilijk. 9.900 stappen. Dat betekent dat we ongeveer 1000 stappen voor op schema zijn. We zitten nu aan de 10.000 stappen, laten we zeggen. Het is 1 uur 30. Dus ja. Komt goed, hè? Hey, Amy? Ja. Gaat het lukken, denk je? Tuurlijk. Ze zegt ja. Ik weet niet of je het goed kan horen met de wind, maar het gaat lukken. Terwijl dat wandelen, moet ook natuurlijk goed eten. Amy heeft volledig brood gesmeerd. Met hasp, salami, kaas. Dus ja, 1 uur 30,
ons eerste stoetje van de dag. Het is 2:30 uur, het regent, we zijn een beetje nat, flesje. Kijk, ik weet niet hoeveel stappen we op dit moment hebben. Ik ga het straks wel zeggen wanneer het een beetje lichter wordt ook. Maar laten we zeggen dat we goed op schema zitten. Het is nu 2:54 en we hebben op dit moment 19.660 stappen. Amy, hoe gaat het? Slecht. Heel mijn voeten liggen. Mijn heup is kapot. Het is 3:40. Ik weet niet hoeveel stappen we hebben. Ik ga dat vlug een keer vertellen hoeveel stappen we hebben. Ik ga je daarvoor meenemen in mijn gsm. Amai, mijn oren van mijn wind. Hier is ze. Wacht helemaal, dat klopt niet. 24.211. In 3:40. Mooie gisteren. Hallo, 24.211. Hallo allemaal, het is 5:22. We hebben op dit moment net geen 34.000 stappen. In 5:22 behaald. Dus we hebben onszelf voorgenomen al om aan de 40.000 stappen terug te keren. Naar Center Parks. Wat ongeveer, het kan ook zo 42.000. Tegen dat we daar zijn gaan we zo rond de 80.000-85.000 hebben. En alles dat we niet hebben, gaan we daar wandelen in Center Parks. Waar we verblijven in Center Parks. Dat was ook ons startpunt. Dus daar gaan we dan nog 10.000, 15.000 stappen moeten zetten, maar dat is makkelijk haalbaar. Allee, daar normaal gezien. Dus ja. Dus ja, wij gaan straks nog even verder wandelen. We zijn nu even bezig met de pauze. Amy is een beetje kapot. Ze heeft veel pijn gehad aan haar voeten. Ik heb ook wel. Ja, ik heb niet per se pijn, maar. Ik voel dat ik aan het wandelen ben. Dus ja, ik zie jullie straks. Het is op dit moment 7:15. We hebben al 44.000 stappen. Het is moeilijk aan het worden. Echt pijn. Nee, pijn niet echt, maar... Okay. Gewoon... Ja, ik heb wel pijn, maar... mijn benen zijn gewoon heel moe op dit moment. Ja. En als je beseft dat ik eigenlijk niet heb geslapen. Dus ik ben gewoon gisteren wakker geworden om 9:10. Nee, 9 of 10 uur. Dan heb ik heel de dag... Ja, het was niet echt een drukke dag of zo, maar... Ik ben wel heel de tijd wakker geweest. En dan om 0:00 in de avond ben ik vertrokken. Nu is het al 7:00, dus ik ben bijna 24:00 wakker. En we moeten nog 6:00 wandelen of zo, ik weet het niet. Dus ik heb niet veel geslapen. Amy wel een uurtje, maar dat is ook niet al te veel. Wat zijn vooral de benen en mijn voeten dat moe zijn. Hallo allemaal. Ik ga hier een screenshotje van maken. We zijn gestrand op 47.000 stappen. We zijn kapot. Ja. We zijn verslagen. We kunnen het niet meer aan. Het is vooral lichamelijk dat het niet meer lukt. Vanaf mijn pietje
tot aan mijn tenen lukt het niet meer. Ik heb pijn. Ja, nee, het lukt niet meer. Ik heb echt pijn. En Amy ook, veronderstel ik. Ja. Ook van haar pitje tot aan haar tenen. Echt, de spierpijn is er al. Dat komt niet eens de dag erachter. Het is er gewoon al. Kijk, mentaal zou het echt wel gelukt zijn. Qua doorzettingsvermogen. Maar lichamelijk echt niet. Dus is het mogelijk om dit ongetraind te doen? Echt niet, eigenlijk. Allee, ik wandel heel veel. Ik werk in een restaurant. Ik zet daar 20.000 tot 30.000 stappen als ik moet werken. Wat dat heel veel is, denk ik, op een dag. Maar echt 100.000 stappen is zeer moeilijk. Dus als je het probeert, ja, laten we zeggen, als je er niet voor traint, ga je het nooit meer van je leven doen. Als je het direct probeert. Ik ga het nooit meer van mijn leven doen, echt niet. Het was veel te zwaar. Ik was misselijk, ik moest bijna spugen. Ik zag zwart voor mijn ogen, ik was aan het trainen, ik was alles. Dus het is echt wel heel moeilijk. Ja, ik heb het ook. Ja, Amy had het ook. Zo zwart voor haar ogen en allemaal. Misselijk. Ik ben niet een van de kloekste mensen op deze aardbol. Maar ook niet een van de sterkste of zo. Maar wandelen, dat kan ik echt wel heel goed. We bijna de helft kunnen wandelen. We hebben ook alles aan één stuk eigenlijk gedaan, dus ik denk dat dat ook een beetje het probleem was. Heel weinig pauzes. Met weinig pauzes, ja. We hebben dan uiteindelijk één lange pauze eigenlijk gehad, dat ik bijna in slaap viel op een bankje. En toen zijn we nog, ja, wat is het, 200 meter verder gewandeld en toen ben ik eigenlijk echt gewoon niet letterlijk ingezakt, maar ik ben figuurlijk ingezakt. Ik zou hier ook niet aan meedoen als je depressief bent. Of mentaal niet in orde, want het gaat niet lukken anders. Je moet ook echt wel je doorzettingsvermogen in. Ik zou nu nog willen wandelen, hè. Ik zou echt nog willen wandelen, maar het lukt niet lichamelijk. Dus ja.